Wat is het neoclassicisme? Het neoclassicisme was een kunststroming aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw. Hier werd de vermeende puurheid en de klassieken nagestreefd. Men richtte zich daarbij met name op de bouwkunst van de oude Grieken en Romeinen. Het ontstaan. Het neoclassicisme kwam op gang na archeologische vondsten die de belangstelling voor de oudheid opnieuw aanwakkerden. Een voorbeeld hiervan is de vondst van Pompeii in 1748 en de steen van Rosetta in 1799. Vanuit Rome ging het neoclassicisme zich verspreiden over Europa en Noord-Amerika. De kenmerken. Verfijning, grote aandacht voor de contourlijnen, anatomie, rationaliteit, historisch verantwoorde aankleding en situering in klassieke omgevingen zijn de kenmerken van het neoclassicisme. Er was een grote drang naar perfectie en de wil om nog klassieker te worden dan de Grieken zelf. Dit leidde echter vaak tot stijve en soms levenloze beelden. Door de opgravingen werd het mogelijk om de klassieke bouwwijze in het echt nader te onderzoeken en nieuwe ontwerpen aan de originele voorbeelden te toetsen. Motieven hiervoor waren bijvoorbeeld vazen, urnen, sphinxen, trofeeën en lauwerkransen. Belangrijke kunstenaars uit het tijdperk van het neoclassicisme: Giovanni Battista Piranesi, Andrea Appiani, Jacques-Louis David, Dominique Ingres, Angelica Kaufmann en Benjamin West. Giovanni Battista Piranesi. Piranesi is bekend geworden door zijn grootformaat etsen van stadsgezichten van Rome en gesublimeerde studies van de antieke Romeinse architectuur. Hij hield zich ook bezig met archeologie en huldigde daarbij denkbeelden waar tegenwoordig niet meer van uitgegaan wordt. Hij was bovendien werkzaam als architect, ontwerper en auteur. En mede door zijn polemische geschriften werd hij gezien als een belangrijk intellectueel figuur uit het 18e eeuwse Rome. Piranesi had veel invloed op het neoclassicisme. Jacques-Louis David. Jacques-Louis David was een Frans kunstschilder die zich voornamelijk bezighield met het schilderen van historisch stukken en portretten. Hij was het leidende figuur van het neoclassicisme en beïnvloedde veel 19e eeuwse Franse schilders. David schilderde in de neoclassicistische stijl, waarbij hij zijn onderwerpen uit klassieke bronnen haalde. Hij schilderde geen ruïnes, zoals in die tijd veel gedaan werd, maar probeerde de Romeinse Republiek te actualiseren.